Het derde debat tussen Trump en Clinton zit erop, maar de Amerikaan is nog steeds verdeeld. Wij gaan onderzoeken hoe de mensen op straat hier in Antwerpen daarover denken. Trump of Clinton? Clinton. En waarom? Ik zou op Clinton stemmen omdat Trump is heel erg dictatorachtig. En nee, dat moeten wij niet hebben, want als hij de leider van de wereld wordt, dan kunnen we allemaal de leuke dingen op onze buik schrijven. En dat moeten we voorkomen. Clinton. En waarom? Nou, dat is de meest fatsoenlijke, geloof ik, in het hele verhaal. Clinton. En waarom? Ik heb er niet heel erg in verdiept, maar ik ben gewoon erg tegen Trump. Dus. En waarom ben je tegen Trump? Gewoon zijn ideeën en zijn uitstraling. En dat hij met zijn geld een beetje zijn kandidaatschap heeft beloofd van alles, maar eigenlijk zegt hij niks. Clinton. En waarom? Omdat Trump mistaalt niet graag de moslims. Geen van beiden eigenlijk. En waarom niet? Die interesseren mij eigenlijk niet zo erg. De Trump is zo echt een racist eigenlijk, tot in de kist. Dus Trump en Clinton zou ik meer voor Clinton gaan, denk ik. En waarom? Omdat, dat is wel duidelijk denk ik, Trump is meer radicaal en hij wil ook nog een typisch precies een Berlijnse muur. En die man wil ook niet echt veel buitenlanders in zijn land. Ik ben zelf een buitenlander in mijn eigen land. Clinton, zeker. En waarom? Omdat Donald Trump helemaal met mijn ideeën niet. Hij is heel seksistisch. Hij is niet voor de democratie. Ik vind Hillary Clinton veel beter. Zeker geen Trump. En waarom niet? Ik vind wat hij zegt zo niet echt passend. En ik vind dat vooral niet goed. Omdat hij ook mensen met de kleur en zo discrimineert. En dat vind ik niet goed. Clinton. En waarom? Ze is veel betrouwbaarder dan Trump eigenlijk is. En als Clinton naar België zou komen, zou je dan ook op haar stemmen? Waarschijnlijk niet als er een betere kandidaat is, maar... En waarom niet? Ja, ze is niet echt zo corrupt als Trump is, maar ja, het komt dicht bij elkaar. Trump. En waarom? Ik vind dat Trump een beetje minder oorlogzuchtig is dan Clinton. No Clinton, no Trump. Hoe dan? Wie dan? Michael Jordan.